Zij is een ex-topschaatser op de lange baan. Ze nam na 11 jaar topsport in 2012 afscheid van haar schaatscarrière. 3 jaar later, in 2015, werd ze voor een eerste termijn gekozen tot lid van de Provinciale Staten voor het CDA. Dit jaar kreeg ze bij de statenverkiezing opnieuw heel veel voorkeurstemmen en werd voor een tweede termijn statenlid voor onze provincie. Ze woont nu 1,5 jaar in Ommen. Vandaag in de rubriek In de Kijker, hier op het terras aan de Vecht, Monique Kleinsman. Monique Kleinsman, hoe bevalt het leven van een tukker in onze Sallandse stad Ommen? Hoe verliep de eerste kennismaking? Nou, het wonen in Ommen bevalt heel erg goed. We zijn heel blij dat we hier wonen. Het is een fantastische omgeving natuurlijk qua natuur en de gezelligheid. Er is altijd wat te doen in het centrum van Ommen, dus dat bevalt heel goed. En voor ons was door het aankopen van de autobedrijf in Emmeloord het idee van waar gaan we dan wonen? We wilden wel graag richting Twente. Maar wordt het Ommen of Dalfsen? Een rondje fietsen met Jan Smit wees uit. Ommen voelt wel goed. Ja. En toen kwam daar een huis vrij en hebben we eigenlijk heel snel besloten. Dus we wonen in het centrum van Ommen, bevalt echt goed. En een uitspraak van jou is, het centrum heeft veel te bieden van Ommen. Kun je dat toelichten? Ja, het is gezellig. Het is gemoedelijk. Op een avond of op een zondag, wij lopen hier heel graag rond. Of in het bos of in het centrum. Even een blokje om. Dat is een groot verschil met toen wij in Albergen woonden. Wonen we buitenaf, dus dan blijf je vaak toch wel in huis of aan huis gebonden. En nu zitten wij heel graag bijvoorbeeld hier op het terras. Ja. Ja. En je zit nu in, laten we zeggen, 2/3 deel van je zwangerschap. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Ik rond en gezond. Ik moet eraan wennen. Ik ben al 16 kilo zwaarder. En het tempo gaat iets minder hard. Ik kan wat minder schakelen met mijn werk. Maar het is heel bijzonder. We verwachten een jongetje eind augustus. En ik vind het heel leuk dat hij ook straks hier in Ommen mag opgroeien. Daar heb ik wel vertrouwen in dat het een goede basis, goede omgeving met fijne mensen. Hetzelfde als wat Twente ook, wat ik in Twente heb ervaren. Je bent geboren in Bentelo. Ja, kun je iets meer vertellen over je beginjaren? Ja, opgegroeid op een boerderij. Dus dat was heel erg buitenleven. Ik was ook altijd graag buiten. Oude kleren, vies worden. Daar hebben mijn ouders ook altijd wel ook gestimuleerd. Ja, ga lekker naar buiten. Als ik nu zie hoeveel kinderen achter de computer de hele dag zitten, dan denk ik, ik ben benieuwd hoe dat straks bij ons gaat. En sport was altijd heel belangrijk. Dat was ons wekelijks uitje. En schaatsen vanaf mijn 2e eigenlijk al op schaatsen gezet. En ik vond het heel leuk. Dus mijn ouders hebben altijd wel gestimuleerd van datgene wat zij niet hebben kunnen doen. Dus ga wel de wereld verkennen en ga mensen ontmoeten. En ga in ieder geval meer kijken wat Bentelo te bieden heeft. Ook al is Bentelo een hele goede, fijne, veilige basis geweest. Maar altijd heeft het wel gelonkt om verder te kijken. Schaatsen? Maar je hebt ook nog een shorttrack gedaan, hè? Ja, we hebben een lange baan schaatsen. En shorttrack, shorttrack is natuurlijk de kleine rondjes. Dat was in Enschede. Dus mijn moeder heeft echt vele kilometers met ons gereden. Ik denk dat we 1 jaar of 8 waren, schaatsten we al 3-4 keer in de week. En gingen we ook internationaal. Dus schaatsen we ook al in België of in Frankrijk. En als boerengezin, ik vind het heel knap hoe mijn ouders dat hebben gedaan. Want ik was niet altijd de makkelijkste. Want dan zei ik om 4 uur, mam, we moeten naar de training. En dan was zij nog druk aan het voeren. Ik weet dat ze met de boekhouding onder de arm naar de ijsbaan ging. Dat is wel heel bijzonder. Dat je ouders dat hebben kunnen doen en willen doen. En als we het er nu ook over hebben, zeggen ze wel eens van we hebben ook geen idee hoe we dat hebben kunnen doen. Maar ik denk dat liefde alles overwint en dat je daar alles voor over hebt om je kinderen het maximale te kunnen bieden. Ja. Ja. Dat schaatsen stond toen centraal. En het begon eigenlijk, jouw carrière begon eigenlijk in 2004, hè? Ja, het ligt eraan wanneer je een carrière start, een start noemt. Voor mij was eigenlijk als meisje van 8 al duidelijk, ik wil graag ooit Olympische Spelen schaatsen. Ik wil graag Yvonne van Gennep. Dat was echt mijn ideale heldin. Dat was echt mijn voorbeeld. En vanaf dat moment ga je met de jeugd ga je mee. En moet je ook wel een beetje geluk hebben. Juist mensen ontmoeten. Een beetje geluk hebben dat je gezond blijft. En vanaf je jeugdjaren ga je op een gegeven moment de selectie in. En heb ik in 2004 inderdaad bij de senioren mijn eerste stapje mogen maken. Dat je ook echt een prijs wint bij de senioren. Ja. Ja. Toen brak je echt door met de titel. Ja, met een hele mooie nationale titel allround. Mm-hmm. Heel trots op. Vooral omdat het jaar daarvoor heel slecht ging bij de nationale selectie.
En ik weet nog dat de trainer tegen me zei, de bondscoach, ja, je bent gewoon niet goed genoeg, je hebt geen talent. En dat was eigenlijk mijn motivatie om opnieuw naar het buitenland te gaan, om daar te gaan trainen, om dingen anders te doen. En daar ontmoette ik ook begeleidingsstaf die anders dachten dan zeg maar de gemiddelde trainer hier over krachttraining dacht. Dus ik had het gevoel van, ik doe zoveel krachttraining, ik had hele zware dikke benen, maar ik kon er op het ijs niks mee. En ik ben wat anders gaan trainen het jaar daarna. En dat was succesvol. Ja. En je favoriete afstanden waren toch de lange afstanden, de 3 en de 5 kilometer? Ja, 3 en 5 kilometer waren mijn favoriete afstanden qua natuurlijke bouw en qua training. Maar tegelijkertijd is dat ook wel spannend, want ja, het is toch langer als een 1500 meter. Maar in goede doen vond ik het ook wel heel gaaf om een 1500 meter alles te geven. Want dan ga je dus echt fysiek, is een hele andere manier van wat er in je lichaam gebeurt. En ik vond het heel leuk als je dan een keer een topdag hebt, om daar doorheen te breken. Want dan kan je ook verschil maken. Dus het allrounden en met name de focus op 1500, 3 of 5. Ja, dat was wat mij paste. Ja. Ik wil graag je levensloop verder volgen. 2007, 2008, dat was eigenlijk een teleurstelling voor jou, hè? Je kreeg toen een ziekte met de streptokokkenbacterie. Ja, weet je, als sporter zit je soms op de grens. Hè? Je bent goed afgetraind, alles moet meezitten. Mentaal moet het ook meezitten. En er hoeft maar net iets niet in de haak te zijn en dan kan het zijn dat je de boot mist. Nou ja, streptokokkenbacterie, je bent vatbaar, zeker vlak voor toernooien. Dan sta je lichamelijk heel scherp, hè? Dan heb je een lage vetpercentage. De spanning is heel hoog. Dan komt het voor dat je gewoon niet topfit bent. En ik kwam uit een periode vanuit de Olympische Spelen. Was mentaal niet mijn beste tijd. Ja, en dan zie je gewoon dat je kwetsbaarder bent. En als er dan een virus voorbij komt, dan ben je sneller aan de beurt. En dat was in dat jaar was dat zeker aan de orde. Ik wil niet zeggen dat dat een heel slecht jaar is geweest qua persoonlijk. Op die tijden dat het echt heel slecht gaat, leer je wel het meeste over jezelf. Ik herinner me dat ik echt overtraind was. Niet alleen door te veel trainen, maar ook door randzaken. Dat ik bij mijn ouders aanklopte en zei, joh, ik ga naar een eiland. En dat mijn vader dacht, ja, maar wat voor eiland dan? Ga dan ergens naartoe waar je iemand kent. Ja. En dat was Bonaire. Dus ik heb daar 3-4 weken op Bonaire gezeten en nagedacht van, vind ik het schaatsen nog echt zo leuk. Ja. Toen heb ik besloten naar het westen te gaan. Daar was een trainer waar ik graag bij aan wilde sluiten. Een goede trainingsgroep. Dat maakte eigenlijk de stap van Friesland naar het westen. Wat niet alledaags was in de schaatswereld. En dat was achteraf een hele goede stap. Mooi. Ja. Hier op tafel ligt een hele bijzondere jas. Hè? Olympische Winterspelen, Turijn. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, die jas die is voor mij wel echt heel symbolisch voor een meisjesdroom die werkelijkheid werd. Ik herinner me ook echt dat ik die uitgereikt kreeg. En achteraf was het echt mijn slechtste wedstrijd ever. Het was echt een periode waarin het niet goed ging. Waarbij ik mezelf voorhield dat ik in vorm was. Maar goed, daar komen ook randzaken bij kijken. Andere belangen, commerciële belangen waar ik nog geen weet van had. Toen begreep ik eigenlijk wat mijn opa bedoelde bij Monique de Wereld. Het draait om geld en mooie vrouwen. Nou ja, en toen dacht ik, ja, opa had wel gelijk. Maar op zo'n moment is dat natuurlijk wel lastig. En ik was alleen gefocust dat ik gewoon in goede vorm was. Waar ik wel misschien nog wel het meest trots op ben, is dat het me daar wel gelukt is om te genieten. Ik ben alle avonden in het Holland Heinekenhuis geweest na mijn slechte prestaties. Dat raden ze me overigens af van de teams. Maar ik dacht, ik ga hier wel genieten. En ik heb daar nog steeds hele mooie contacten aan overgehouden. En zo is ook de stap naar de politiek gemaakt, denk ik. Ja, Jan-Peter Balkenende die kwam naar mij toe. En die zei, hij was toen destijds ook premier. En die zei, Monique, mijn bril was verkeerd. Mijn haar was niet goed. En ze vonden overal wat van. Hij zegt, maar Monique, blijf gewoon bij jezelf. En was voor mij echt een hele waardevolle support op dat moment. En het is heel leuk om daarop terug te kijken. Mm-hmm. Ook al was het toen een rotslechte periode. Ja. Ja, ja. 2012, einde van je carrière. Hè? Door een hele zware blessure. Hè? Met een lange revalidatie. Ja, dat klopt. Met schaatsen ga je zo 50, 55 kilometer per uur. En in trainingsverband ben ik de boarding ingeknapt.
En ik had een zware hersenschudding, alleen geen foto's gemaakt van mijn rug. En eigenlijk vanaf dat moment ontwikkelde ik een soort zwabbevoet. Dus mijn aansturing van mijn been ging niet goed. En heel lang zoektocht gehad. Best wel bizar dat we het zochten in trainingen of in materiaal. En uiteindelijk was het mijn vriend die zei, Monique, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ga ze onder de MRI. Want wat je nu op het ijs laat zien, daar lijkt nergens op. En dat werd uiteindelijk bevestigd met de foto's dat daar wel een zwaar letsel was. Ja. Ja. Viel het afscheid nemen van de topsport jou zwaar? Hoe ging je daarmee om? Nou, ik herinner mij, dus ik had natuurlijk dat zware rugletsel. Dus was een afgebroken wervel in mijn onderrug. En ik ben nog mee geweest op trainingsstage naar Israël. Dat was een hele bijzondere trip. En daar bleek dat behandeling niet het effect had gehad. Ik liep in een korset en achteraf ook denk je van wat had ik daar nog te zoeken? Maar toen ik daar met mijn rechterbeen mijn linkerbeen haakte tijdens het schaatsen, dan zie je dus hoe de aansturing verstoord is. Ik ben verpleegkundig opgeleid en wist ook wel, dit is echt een serieuze probleem. En toen heb ik ook op dat moment besloten om te stoppen en eigenlijk mijn focus te leggen van ik hoop dat ik goed herstel. Dat ik normaal kan functioneren. Dat ik gewoon recreatief zou kunnen sporten. Maar ook gewoon normaal kan werken. En je bent afhankelijk van een gezond lichaam. Ja. En op dat moment wist ik dat ik zware problemen had. Ja. En wat heeft de topsport jou uiteindelijk gebracht voor je dagelijks leven? Dat is een moeilijke vraag. Het heeft ertoe gebracht dat ik het maximale uit mezelf heb mogen halen. En ook heel veel mooie mensen heb mogen ontmoeten waar ik veel van heb geleerd. Het maximale uit mezelf halen, dat is niet zo eenvoudig gezegd. Dus de strijd aangaan met wie je zelf bent en over grenzen gaan, dat is wel een hele speciale periode. Ik heb gewoon onwijs veel plezier mogen hebben in mijn jeugd en ook in mijn loopbaan daarna aan de sport. Ik denk dat dat bovenaan staat. En dat plezier ook altijd in mindere periodes ervoor heeft gezorgd dat ik weer terug kon komen. Ja. Dat hielp je dus ook om het dagelijks leven weer op te pakken? Ja, plus daarnaast het feit dat ik ook als verpleegkundige werkzaam was, relativeerde ik ook heel snel de wereld van topsport. Ja, dus als ik slechte wedstrijden had gereden en vervolgens een dag later een MS-patiënt uit bed haal vanuit de thuiszorg, dan dacht ik, Monique, ik mag helemaal niet zitten mokken. Ik moet heel gelukkig zijn dat ik topsport mag beleven. Ik heb hele waardevolle contacten overgehouden aan de sport. Heel veel mensen hebben mij altijd gesteund. En dat koester ik. En dat is heel speciaal om dat in mijn rugzak te mogen meedragen. Ja. En vanaf 2015 een hele andere baan. Een ander beroep. Ja, dat is mijn beroep. Ik werk zelfstandig inmiddels. Ik doe veel verzuimreïntegratietrajecten, ontwikkeltrajecten van mensen. Dus in die zin is mijn achtergrond als verpleegkundige en topsport heb ik heel mooi kunnen combineren. Met dank aan een topsportregeling die Twente Milieu mij destijds aanbood. De afvalinzameling van Twente. En daar mocht ik me maatschappelijk ontwikkelen. Topsport stond daarbij wel centraal. En ook inderdaad de politiek ingegaan. En dat was voor mij wel een bijzondere move waar ik lang over na heb gedacht. Ik was wel, door de sport kwam je al vaker in contact met mensen die in de politiek natuurlijk actief waren. Maar ik zag het wel als een hele mooie kans om de ervaring over te dragen. En dat ik die kan inzetten om het belang van sport en bewegen centraal te zetten. Sport is eigenlijk altijd een speerpunt bij al je werkzaamheden. Ja, sport en dat hoeft niet altijd sport te heten. Soms is het bewegen. He, dus als mensen met bijvoorbeeld zware spanningsklachten uitvallen op hun werk. Dan is altijd de eerste vraag van hoe slaap je? Wat doe je aan bewegen? Hoe ziet je voedingspatroon eruit? Dus dat zijn hele mooie basisbeginselen die bepalend zijn van hoe een lichaam in elkaar steekt. Ja. En ik geloof er gewoon in dat bewegen niet alleen gezond is voor je lijf, maar met bewegen kom je ook mensen tegen. Mm-hmm. Dat is gewoon heel waardevol en ik vind het heel gaaf om dat te kunnen uitdragen. En niet alleen voor de valide sport, maar ook voor mensen met een beperking om te zorgen voor aangepast sportklimaat. Ja, ik vind dat het voelt een beetje als een verantwoordelijkheid om daar me voor in te zetten. En ik vind het heel mooi dat dat kan in de provinciale politiek. Ja.
En je sprak erover in je topsportcarrière dat je dus met politici in aanraking kwam. Hè? Hoe werd die interesse verder aangewakkerd? Nou, die interesse was... In de politiek is het zo dat ik had allerlei aannames. Dat ik dacht, zo werkt dat en dat is lang vergaderen, wat ook soms zo is. Maar ik had niet in de gaten wat je daadwerkelijk in de politiek ook kunt bijdragen. Dus mensen uit de politiek die namen me af en toe op sleeptouw. Zoals ik dat nu ook soms met jonge mensen doe die geïnteresseerd zijn. Dus die mensen lieten mij gewoon zien wat je in de politiek kunt doen en hoe dat werkt. En toen kwam ik erachter dat die wereld er van binnen heel anders uitziet als dat ik in mijn hoofd had bedacht. En in Den Haag, ik weet nog dat ik meegenomen werd naar de Tweede Kamer. Dat Sybrand Buma tegen me zei, Monique, je lijkt wel heel enthousiast. En toen dacht ik, shit. En op een dag kwam er een verzoek. Hij kon wel eens gelijk hebben. En Theo Rietkerk heeft me daar ook, is nu net lid van de Eerste Kamer, heeft mij ook aan de hand meegenomen. En die heeft mij ook wat dingen laten zien hoe je in de politiek kunt werken. Dus daar ben ik hem wel heel dankbaar voor. Het is misschien wel mijn beste stap ooit geweest. Ja. Je bent je verkiesbaar gesteld in 2014, 15? Ja, in 2015 mocht ik op de lijst en ik had echt geen idee wat dat betekende. Maar ik had wel gezegd, als ik gekozen word, dan ga ik mijn stinkende best doen. Dan ga ik daarin. Ja. En ik ben heel blij dat destijds gelukt is. En dus, ik heb veel moeten leren. Ook hoe dat werkte, ik had echt geen idee. Ja. Maar dat is in alles zo. Als je iets nieuws gaat doen, je houdt je ogen open en je wilt leren. Ja. Dan kun je gewoon heel veel nieuwe stof je eigen maken. Ja. En ik hou van de verbindingen leggen met mensen. Dat is denk ik een beetje een soort natuur. En ik geloof gewoon in dat je samen met andere partijen moet optrekken. Ja. Er zit wel eens verschil in. Ik hou niet zo van het geblaat of persberichten schrijven om persberichten te maken. Ja. Ik hou er gewoon van om dingen gewoon te doen en soms andere mensen ook gewoon te gunnen dat ze hun inzet tonen. En ik denk dat er in de politiek te veel gepraat wordt en te veel om eigen hachies wordt gevochten. Nou, ik hoop dat we daar eens een keer mee kunnen stoppen, want dan begrijpen mensen ook waarom ze moeten gaan stemmen. Ja. En voor die eerste termijn in 2015 kreeg je ongelooflijk veel voorkeurstemmen. En dat kreeg een herhaling onlangs in 2019, hè? Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik hou niet zo van verkiezingscampagnes. Want ik vind het heel leuk om soms in de picture te staan. Maar dan moet het ertoe doen en dan moet het een effect hebben voor anderen. En wat het lastigste is in verkiezingstijd is dat ik mezelf dan moet laten zien om mensen op mij te laten stemmen. En... ik krijg daar ook stress van. Dus in campagnetijden, daar heb ik stress van gehad. Van ja, ook geen idee wat dat dan met je gaat doen. En je hoopt natuurlijk dat je gekozen gaat worden. Ja. Het liefst wilde ik gewoon weer aan de slag. Maar goed, het hoort bij politiek dat je ook verkiezingen moet doorstaan. En ik vind het heel bijzonder dat mensen je kruisje of je naam aankruisen met een rood potlood. Ja, daar heb ik eigenlijk ook niet echt woorden voor. Maar dat is heel bijzonder als mensen dat doen, dat ze het vertrouwen in je uitspreken. Ja. En voor de duidelijkheid, provinciale staten. Hè? Ja. Wat zijn daar jouw politieke speerpunten? Nou, deze periode ga ik portefeuille economie doen. En dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat sport en bewegen, gezondheid, ook binnen economie een speerpunt kan zijn. Ik geloof erin dat iedereen... actief moet kunnen werken. En daar waar dat niet kan, dat je mee moet denken vanuit ook de provinciale politiek, maar ook met de gemeente. Hoe zorg je nou voor goed werkaanbod? In de voorbespreking hadden we het bijvoorbeeld al mensen, jongeren die buiten de zijlijn vallen met beperkingen. Hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen ook gewoon actief mee kunnen doen? Want iedereen heeft talent. Ja. Dus dat stuk vind ik een uitdaging. En ik woon in het Vechtdal. Natuurlijk, toerisme hoort binnen economie. Ja. Dus ik vind het mooi om daar ook de vertegenwoordiging te kunnen doen. Ja. En daarnaast sociale kwaliteit. Zorgen voor initiatieven dat die ondersteund kunnen worden met provinciale middelen. Ja. Maar ook een provinciaal sportakkoord waarin ook aandacht is voor aangepast sporten en jong sporttalent. Ja. En je wilt luisteren, zoals je aangaf in de media, naar de ideeën en de wensen van de inwoners van Overijssel. Hoe denk je dat nou verder te bereiken? Nou ja, als volksvertegenwoordiger
denk ik dat we minder in het provinciehuis moeten vergaderen, maar dat je juist moet horen en zien wat er speelt. Dus ik vind het ook belangrijk om betrokken te zijn bij bepaalde initiatieven. Mensen zien, mensen spreken en zorgen dat je de brug kunt maken naar het provinciehuis. Dat is denk ik ook wat bij mij past. Dat is hoe ik graag werk. En ik denk dat ik dan ook op mijn maximaalst kan functioneren. En ik denk dat hoort, dat het een vanzelfsprekendheid is als volksvertegenwoordiger. En het is best lastig, want het lukt niet altijd om iedereen te zien om te spreken. Dat is soms wel eens een zoektocht, maar ik probeer wel altijd de bereidheid te hebben om naar mensen te luisteren en om daarop terug te komen. Ja. Monique, we hebben een vrouwelijke minister van Landbouw, Carola Schouten. Ja. Je hebt ook heel veel affiniteit met het platteland. En we weten allemaal dat veel boeren het zwaar hebben in deze tijd. Mm-hmm. Kun je als statenlid van Overijssel ook iets betekenen voor zoveel agrariërs in onze provincie? Nou ja, weet je, het lastige is dat het vaak Europese en landelijke wetgeving is. Vanuit de provincie hebben we onder andere geld vrijgemaakt voor erfencoaches. Om met het bedrijf te kijken van, goh, wat kunnen we op een erf doen? Hoe kunnen we eigenlijk voorkomen dat je straks een leegstand hebt, hè, waardoor je ook andere problematiek krijgt? Als boerendochter ben ik natuurlijk opgegroeid op een klein gezinsbedrijf. Er zijn heel veel gezinsbedrijven, kleine gezinsbedrijven. Mijn vader noemt het ook voedselproducenten, die vergeten worden. Hè. Tegenwoordig gaat het vaak om hoe groter, hoe beter. En terwijl ik denk, ja, wij hebben een hele grote achterban in het MKB, in het gezinsbedrijf. Ik kan me daar soms zo boos om maken dat mensen oordelen over het boerenleven en over hoe er op een bedrijf gewerkt wordt, terwijl ze geen idee hebben. Dus ook heel veel aannames deden over de problematiek die de landbouw veroorzaakt. Terwijl ik denk, ja, iedereen moet elke dag eten. Dus de voedselproducent is de agrariër, is de landbouwer. Ja. En daar moeten we eigenlijk wel veel zuiniger op zijn. En het is soms heel frustrerend om te zien dat heel veel mensen niet snappen wat daar speelt. De vergelijkenissen die gemaakt worden, die kloppen niet altijd. En het is soms best wel opboksen, zeker ook in een provincie, om ervoor te zorgen dat mensen snappen dat een agrariër ook heel goed samen kan met natuur. Hè. Dat is vaak heel erg een tweestrijd. Maar dat is het niet, zeg maar. De agrariër zorgt voor een goede natuur. Ja. Staat het hoog op de agenda in de provinciale statenvergaderingen? Ja, landbouw is een grote portefeuille. En ik hoop eigenlijk de komende periode dat veel meer centraal komt te staan wat de agrariër is als voedselproducent. Nu zie je dat heel veel agrarisch gebied gaat over in natuurgebied. Natura 2000, Europese wetgeving. Als ik zie wat dat met gezinnen doet, nou, dan schieten je de tranen in de ogen. Als een gezin verplaatst moet worden. Hè. Men denkt altijd, dat wordt afgekocht en dat ziet er goed uit. Maar nou, ik ben daar niet zo. Ik ben het daar niet mee eens. Nee, het zorgt voor schrijnende situaties. En ik vind de natuur in Overijssel fantastisch. En ik denk dat de agrarie daar een heel belangrijk aandeel altijd al in heeft gehad. En je kunt duidelijk een vuist maken? Nou, ik denk dat het niet altijd genoeg is. Nee, ik denk niet dat het altijd genoeg is. En ik ben wel heel blij met de huidige vertegenwoordiging in onze eigen fractie ook. Karin, dat is als boerin, zeg maar, die begrijpt ook waar het om gaat. Hetzelfde is als er niet over sport gesproken wordt. Dan wordt het niet een onderwerp. En ik denk dat het heel goed is dat er een aantal agrariërs vertegenwoordigd zijn binnen een aantal fracties. Dus ik maak me daar wel zorgen over. Als ik zie hoe moeilijk ook mijn ouders het hebben gehad, of mijn broer die het bedrijf wil gaan voortzetten, waar je tegenaan loopt qua wet en regelgeving. Het wordt allemaal bedacht op kantoor. Maar in de praktijk is het gewoon heel moeilijk om daarna te handhaven. Ja. Monique, we spraken over heel veel werkzaamheden. We hebben nog eentje vergeten. Je doet ook nog hand- en spandiensten bij je vriend in Emmeloord. Ja, mensen denken wel eens van, wat doe je veel dingen? Maar uiteindelijk komt het allemaal samen op één ding. Het heeft te maken met het welzijn van mensen. We hebben een autobedrijf in Emmeloord sinds 1,5 jaar. 26 mensen ook in dienst. En mijn rol is dat ik daar ondersteuning mag bieden op het gebied van personeelszaken. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen. En dat kan ik daar natuurlijk heel mooi toepassen. Kun je dit allemaal combineren? Heb je nog zoveel energie? Ik ben wel energiek. Ik vind ook heel veel dingen leuk. Dus dat is mijn grootste valkuil. Maar
ja, voor mij voelt het niet als dat ik heel veel verschillende dingen doe. Omdat dat dus blijkbaar bij me past. En als je doet waar je gelukkig van wordt, waar je veel plezier van uithaalt. En zoals vandaag heb ik een mevrouw met zwaar hersenletsel goed kunnen helpen in haar reïntegratietraject. Dat het goed is afgehandeld. Nou, dan denk ik, joh, ik mag mij gelukkig prijzen. Ik ben nu gezond. Ik kan werken. En ik kan ook nog, het goede doen voor de ander. En dat maakt mij niet uit waar ik dat doe. Ook al is het in het autobedrijf of is het voor mezelf. Dat is wat mij, wat mij drijft. Ja. Monique, we kunnen nog uren praten over al je werkzaamheden. Maar we moeten er een eind aan breien. Blijft Ommen jouw standplaats? Ik verwacht het wel. Ja. Ik weet het natuurlijk nooit. Ik voel me hier ook thuis. En ik vind het een prettige omgeving. En, het is dicht bij Twente. Hè. Twente Salland, het heeft echt wel heel veel overeenkomsten. Het is ook maar net hoe je het ziet. En wij voelen ons hier thuis. En gaat Ommen nog meer van je merken? Nou, ik bedoel in politiek opzicht. Nou, ik ben wel iedereens volksvertegenwoordiger. Dus mochten er echt dingen zijn. Ik hoop vanuit de portefeuille economie wel een stap te gaan zetten. Ook waar ik het net zei over verzuimreïntegratiebeleid. Ik vind het voor ondernemers onwijs lastig om te voldoen aan de landelijke wet en regelgeving. Ik vind dat daar heel veel ondernemers de dupe van worden. Dus ik zou heel graag ook wel die lans willen breken richting Den Haag. Mooie afsluiting. Monique, bedankt voor dit gesprek. En heel veel succes met al je werkzaamheden. Dankjewel en jullie ook succes met jullie programma.